Te beginnen wil ik u hartstikke welkom heten op deze feestelijke opening, start eigenlijk van de week van de Take. Voor mij is het ontzettend belangrijk om daarmee namens de VHG ook aan te geven hoe belangrijk het is jezelf bewust te zijn van de risico's van teken en tekenbeten. Teken zijn hele geniepige beestjes, volgens mij. Ik kan het ook uit eigen ervaring vertellen. In die zin dat je op een gegeven moment iets voelt kriebelen. Je hebt het eigenlijk nog niet eens in de gaten en ineens zit hij dus vastgestoken op je huid. Nou, als je mazzel hebt, inderdaad, dan gebeurt er niks. Maar als je inderdaad geen mazzel hebt, ja, dan zou het dus kunnen betekenen dat je de ziekte van Lyme gaat lopen. Dus het is ontzettend belangrijk om te controleren en te registreren. En dat is eigenlijk waar we dus ook vanochtend de aandacht voor vragen. Heel belangrijk om dat te doen. Het doel van het registreren is eigenlijk voor ons tweeledig geweest. Met name voor de werknemers. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat je dus registreert als je een tekenbeet hebt opgelopen. Al is het alleen maar voor jezelf om te kunnen controleren later als je toch ziekteverschijnselen krijgt. Wat ik niet hoop dat je dat krijgt. Dat je het kan herleiden van wanneer dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het denk ik ook heel erg van belang dat als je meerdere beten ooit hebt opgelopen. Dat je toch iets ook van een tool hebt wat je mee naar de werkgever kan. Om te zeggen van goh, wordt het toch niet eens tijd om eens extra aandacht misschien te besteden aan beschermende maatregelen. Kijk naar binnen onze sector, is het toch 85% van de mensen wordt dus inderdaad één of meerdere keren gebeten per jaar. Maar 30% controleert systematisch. Dat betekent dat er nog een hele grote winst is te halen. Goed, dan willen we iets gaan laten zien. Dat is een filmpje. We hebben een filmpje gemaakt dat eigenlijk heel kort en bondig, want dat moet allemaal niet te veel tijd vragen, gewoon aangeeft hoe je systematisch kunt controleren. Dansend gaan wij het systematisch controleren oefenen. Dan moet je natuurlijk wel iemand hebben die verstand van dansen heeft om ons dat te leren, want anders gaat het niet goed. Want daar hangt een heel groot belang aan. En daarom wil ik van harte welkom heten Joefat Westendorp. Een nieuwe dans die speciaal ontwikkeld is. De Take Remove Dance. Waar is het filmpje verder te vinden? Want we hebben het hier mooi in Utrecht, deze mooie locatie laten zien. Maar waar kunnen deze mensen het filmpje allemaal vinden? Nou, in ieder geval op de Stiegelsite en natuurlijk op www.weekvandeteek.nl. En daar vind je informatie over 22 organisaties die allemaal in deze week op hetzelfde moment naar buiten komen met een preventieboodschap. En dat is de kracht van preventie, kracht van de week van de Take.